Goedenavond iedereen, waar je ook mogen zitten op de wereld, want ik weet dat mensen op verschillende plekken kijken naar wat wij uitzenden om 11 uur iedere avond. Welkom bij de uitzending. En ik wil ook aan iedereen direct vragen om de pagina waar je op zit, Hops, te liken. Want we hebben plannen, we willen gewoon een omroep gaan worden. Dus we hebben genoeg mensen nodig die waarderen wat we zeggen. Dus like die pagina, of je nou op Facebook kijkt of op YouTube. Like hem, dan kunnen wij doorgaan met wat wij doen. Vanavond ben ik alleen. Althans, ik ben niet alleen. Ik ben zonder mijn maatjes Yvette en Peggy. Die hebben vandaag een rustdag. Ze moesten werken in den landen. Ze hebben dingen gedaan op bevrijdingsdag en zo. Maar we hebben toch een uitzending. Hij is zoals normaal. Goedenavond Alex Hellstone en Ruud Klerks. We hebben een hele fijne uitzending, want we gaan een documentaire draaien die alweer een paar jaar oud is. Maar hij bevat zoveel informatie dat hij eigenlijk nooit oud is. En het is een documentaire over Lieve Hugo. En hij is gemaakt door Vincent Soekra. En ik heb de maker, de regisseur, Vincent Soekra, heb ik bij me. Welkom Vincent, je bent in de uitzending. Hi jullie. Ja, waar keek je naar? Naar achter, naar Jan. Die zit achter. Oh, je keek naar Jan. Ja. Jan, die zit erachter. Vincent Soekra. Ik haal even de banner weg. Dan zijn we goed te zien. Ja. Vincent. Moet ik mijn bril afdoen? Ja, dan is de reflectie weg. Ik hou hem even op, want ik moet hier de knoppen bedienen. Jij hebt een aantal jaar geleden, heb jij de film Lieve Hugo, King of Kassikkel gemaakt. Waar kwam die behoefte vandaan? Nou, de Lieve Hugo, King of Kassikkel is echt een droom sinds mijn studie op de Filmacademie. Zoals je weet heb ik me gespecialiseerd in het gebruik van geluid bij beeld. En met muziekfilms vooral. Ja? En ik heb me altijd afgevraagd waarom Kassikkel niet op wereldpodia werd gespeeld. En dan keek ik naar mensen als Fela Kuti, mensen als Curtis Mayfield. Fela Kuti uit Nigeria. Uit Nigeria. En, Curtis Mayfield, Mighty Sparrow in de buurt, Bob Marley. En ik dacht van, ja, die Kassikkel heeft die swing en die swing. Hoe komt het eigenlijk? En als je dat gaat onderzoeken, dan kom je uit bij Lieve Hugo. Ja. Je bedoelt dus omdat die muziekstijlen die je net noemde een enorm groot podium hadden. En Kassikkel had dat niet. Toen ben je dus op zoek gegaan naar een artiest die dat kon dragen. Dat was Lieve Hugo. Klopt. En het had natuurlijk nog een andere persoonlijke motivatie. De persoon Lieve Hugo, die interesseerde me al. Ik kan me nog heugen dat ik als jongetje van 8 ben zijn overlijden. Die massamenigte daar zat en dat had ik nooit eerder gezien. Toen Lieve Hugo overleed, hè? Ja. In Suriname? Nee, hij is in Nederland overleden. Hij is in Nederland overleden, maar in Suriname begraven. En toen woonde ik daar en ik was bij mijn tante aan de Waalwijkstraat voor de deur. En tegenover haar was de loge waar hij was opgebouwd. Nou, dat was een massa die ik als klein jongetje nog nooit had gezien dan eerder in Rotterdam bij de Wereldcup op de schouders van mijn vader. Ja. En dat fascineerde me. Wie was die man? En als je later de mediawereld ingaat en dan ook zo gaat studeren, en je daarmee bezighoudt, je interesse voor muziek en film, dan was dat de belangrijkste eerste grote documentaire die ik moest maken. Oké. Ik ken jou heel goed, want je bent gewoon mijn mattie, weet je wat ik bedoel? Maar er zijn mensen die je niet kennen, of in ieder geval niet kennen als regisseur. Maar laten we gewoon helemaal bij het begin beginnen. Ik leerde jou kennen als ik in Nederland als zeg maar journalist
bennen, hè? Zoals het heet. Ik werkte voor RTL en ik kwam in Suriname en ik kom jou tegen. Dan ben je, wat zou ik zeggen, een jaar of 20 ben je dan? Ja, klopt. En je was al in het begin van jouw 20 jaren, van jouw jaren 20, was jij al een van de belangrijkste redacteuren van een krant, van een belangrijke krant in Suriname. Ja, ik was toen inderdaad redacteur bij De Ware Tijd, het toen grootste dagblad in Suriname, nog steeds toonaangevend. En daar heb ik het eigenlijk ook geleerd, het vak van de journalistiek. Ja. Vanaf mijn 17e van school getrapt. Daarvoor heb ik wel, was ik al met media bezig, radio maken. Mm-hmm. Vanaf mijn 9e overigens ben ik in het vak terechtgekomen via Tante Gerda. En Tante Gerda is Gerda Havertong van Sesamstraat. Ja. In Suriname nog kinderprogramma's, radiostemmetjes maken. Ja. Zo ben ik erin gerold en ik ontmoette daar de technicus van de programma's van Gerda Havertong, meneer Vroom. Die is inmiddels overleden, die is al heel lang geleden overleden. Maar die leerde me toen met de techniek omgaan, reel tapes, monteren. Ja. En het stemmetje wordt apart opgenomen en morgenochtend hoor je een gemonteerd verhaal. En het was, wauw, hoe doen ze dat? Ja, dus film en televisie heeft eigenlijk al op hele jonge leeftijd heeft die je geboeid. Maar jij was ook een beetje een rebel in Paramaribo. Want jij schreef dingen in de krant die nogal... Ja, dit weten mensen niet. Dus ik denk dat dit is mijn gelegenheid om dit allemaal te bossen hier zo. Weet je? Jij schreef dingen waardoor je een bijnaam kreeg. Voor de mensen die het niet weten. Vincent Sucra was dus bekend... Als Swapel. En dat was, het, dat was een Liberation Army in wat was het? In Southwest Africa's People Organization, Angola. Angola, Liberia, ja. En het was, je bent jong. Het was eigenlijk al voor het schrijven bij De Ware Tijd, al op de middelbare school. Dus mijn echte oude vrienden van de middelbare school, die kennen die naam. En die heb jij ook ontmoet. En ik ben inderdaad altijd een actievoerder, rebel, op de pres springen voor kansarmen, voor je rechten, voor je vrijheid. En dat stroomt door mijn aderen. Ik ben van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van handelen. En vooral heel veel feestvieren. Ik hou van feest en gezelligheid. Ja. Orga City. Dus wat gebeurt er op een gegeven moment? Word je dan iets ouder? Je bent dan 24 en dan besluit je... Ik moet uit Suriname, want ik moet gaan studeren. Dan doe je examen op de filmacademie. Ja, dat ging ook iets eerder. Ik kwam naar Nederland om als voorbereiding, als reis, voor een jubileumuitgave voor het Kwaku-festival van toen. Kwaku zou in 1990 dan 25 jaar zijn of zo. En, waarvan jij nu een van de bazen bent, om het maar even te zeggen. Ja, 15 jaar oud zijn. Mm-hmm. En ik werd onder andere ook uitgenodigd om mee te helpen. En dus ik kreeg een eerste oriëntatie. En daar werd mijn flyer uitgereikt van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst. Kunsten met alle toneelschool, al die scholen. En daar zat de filmacademie bij. En de filmacademie zat erbij. En ik zag meteen het tarief, $2400 per jaar. Aan collegekosten. En ik was aan het sparen om in Amerika te gaan studeren, waar het $24,000 per semester kostte. En dan 3 semesters per jaar. En dat moest je dan ook gaan werken en zelf opbrengen en al je materialen. En in Nederland, sociaal-liberaal Nederland. Ja, daar past je wel in. Dus ik deed mee. Ik werd geselecteerd. Ja. Ja, en je werd geselecteerd, dus je had talent. Ik weet nog welke film je maakte. Dat was een film over het gebruik van voorbehoedsmiddelen, was dat het? Klopt.
Ik heb hem toevallig gevonden laatst op een bandje, dus kijk uit. Ik ga hem hier ook nog een keer laten zien. Ja, oké. Maar dan komt op een gegeven moment, ga je een aantal films maken, waaronder een film over, was het niet Dizzy Gillespie, maar een Lekker Loopje. Lekker Loopje over Kid Dynamite. Over Kid Dynamite. Ja, ja. En je bent ook naar Afrika gegaan om een film over de diaspora te maken. Ja, ik heb een slavenroute gevolgd. De film heet ook Slave Route Number 1, Pilgrimage Ghana. Waar ik eigenlijk vanuit een slavenverzamelplaats bij de grens van Togo, Mali, Hoek, daar in Paga naar het zuiden ben gereisd. Tot naar de Elmina en Cape Coast Castles. Oké. Ja, dat was in principe, die film is toen in première gegaan als bij de oprichting van het NINSEE. Oké. En dit waren alleen maar vingeroefeningen om te komen tot het grote werk, de film die we vanavond gaan zien, Lieve Hugo, King of Kasiko. En op een gegeven moment heb je dat idee gekregen, ik ga die film maken. Nou, ik weet het, ik heb de film al eerder gezien, hij heeft ook echt in de bioscopen gedraaid. Dat is niet een kleine film. Hoe kom je dan aan het geld om zo'n film te maken? Heel veel bedelen en gratis werk. Shout-out naar Robert Zordam, Yvette Forster. Want dat was meteen de oprichting van 529 en van Eco Foundation. Shout-out naar Mario Slijhard. Shout-out naar De Dijk, die onze kickstart. Want heel veel Nederlandse artiesten hebben dat meegemaakt. Oké. De mensen hebben nu een Regie beetje... Kramer, de cameraman en Bram Mendesma, die 3 maanden lang gewoon met me op een reis zijn geweest, waar ze ook niet wisten waar we uit zouden komen, Camelot. Het is in 2008 uitgebracht, maar in 2001 was het script al redelijk af. Het heette toen Black & Rose. En shoppen, 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 shoppen heeft uiteindelijk geleid tot dit resultaat. Oké, dus je hebt in het totaal van 2001 tot 2008, vanaf het moment dat je het idee kreeg, er heeft gewoon een dikke 8, bijna 9 jaar tussen gezeten. Ja, het was ook een gelaagd project natuurlijk. Dat zal je ook wel terugzien in de film. Want er zat ook een concert bij, een concertregistratie in het concertgebouw. Wat ook apart is opgenomen als muziek-televisieprogramma door de AVRO. AVRO, uitgezonden inderdaad. En de documentaire die we zo gaan zien, die was dan door de toenmalige NPS, nu NTR, geproduceerd. Nou, ik heb hem klaargezet. Dames en heren thuis. En shout-out aan Norman van Geerken en Robin van Geerken, die deze prachtige inleidende muziek heeft gemaakt. Ja, oké, ja, goed. Ja. Die namen zijn genoemd. Ongetwijfeld zijn er meer mensen die genoemd moeten worden bij zo'n project. Maar het is echt werkelijk. Dames en heren, ik ga hem nu formeel aankondigen. Ik vind het een prachtige film. Ik vind het een van de voorgangers van alle andere films die er daarna gekomen zijn. En waarin goed in beeld gebracht wordt hoe Surinamse helden door andere Surinamers in beeld gebracht kunnen worden. Dames en heren, uw aandacht voor, nou, ik kondig hem zelf eigenlijk maar aan. Iko, King of Kasiko. Komt-ie. Thank you.
Hugo had een personality. Die man stond daar, had charisma en iedereen was een blikkenvanger. En hij hoefde alleen maar een van zijn liedjes te doen. En iedereen... Het supertalent, een beetje nieuwe Kaseko-stijl, een andere wind van de Kaseko-stijl, goede kwaliteit muziek, bingo. Kijk, die man was ervoor geboren hoor. Niet een ieder. Hij had een talent die net zijn koe, Otis Redding. Weet je wel, Miles Davis, al die soort artiesten, die moeten voor geboren zijn. Voor Hugo die ging gewoon één stuk door, man, een uur lang. Een uur lang met zijn bezweet bovenlijf en die man, ja, als je nou maar zeggen, hij regeerde. Hij ging tekeer, hij zweepte het publiek op en ik keek zo op tegen die man. Deze boek ken ik. Ja, de morgenster. We zijn dus uit deze groep. Dat is Van der Kust. Dat is Perotti. Dit was een Zeddaanse groep waar wij lid van waren. En deze groep, behalve Perotti en Van der Kust, spelen dus muziek voor deze groep. Ja? En hierdoor zijn wij dan via Abotai beland in Washboard. Men zei altijd Washboard onder Plato, dus onder leiding van Plato. En dat de heer Gietel, Jan Gietel. Want het was Gietelband. En later hebben wij gevraagd welke naam zullen we geven. Toen hebben wij, jij vooral, voor Washboard gekozen. Omdat Washboard alles was. En schoonmaak. En wij speelden alles. Hugo. Lieve Hugo, later lieve Hugo, want hij was gewoon Hugo toen hij bij ons kwam. Ja. Later is hij lieve Hugo, de lieve jongen geworden. Magische drummer, hij was een echt een goede muzikant. Poka baka drum, weet je wel. Blij echt met hart en ziel. Ik heb Hugo Eiterlo als jongen van de buurt goed op de Dwaalstraat leren kennen. Met voetballen een beetje stoeien als jongens onderling. En op een gegeven moment kwam ik hem in CCS tegen, in een mannenkoor. Het was mannenkoor Centraal van Rudolf Adamson. Daar heb ik hem echt leren kennen als muzikant, maar als zanger heb ik hem daar leren kennen. Want hij was eerste tenorist, een heel goede ook. Ik heb hier gewoond, Waaldijkstraat, Frimon Grom, meer bekend als Frimon Grom, Waaldijkstraat nummer 126. Hier ben ik toen geboren en hier heb ik mijn hele jeugd meegemaakt tot ik naar Nederland vertrokken ben. Marita! Marita, Mia, Twig! Hé, hey, bello! Dagu de la persona dat je bent, Jette. Ora dagu, jara, ora dagu. Want de bello op z'n handen met grap. Ik kon gro, kon bigi, mi kon geboren. Hoe gro samen, ja, natuurlijk. En ben de amoro bigi wang. Dan ik ook eens mijn biggie zagusje. Daarna de rand Nicolek laatst of mijn ma. Boy! Jari die zie, dat Jami Kumba Teberi. Ja, alles ma ben de wang. Mijn ma ben de minechte ma. Minechte ma ben de mijn ma. Mijn tante ben de mijn ma. En zo was het hier. En daar is het er. Manga etnica. Boy! Sana tani o mesmo lucro em fora.
Congo lukaite pembe kroipi pembe jiler kroipi pembe jiler waka. Strijkplank bij de lente, alles is hetzelfde gebleven. Ja, die vroeger best niet. Ja, ben niet bij, was de oudste toch? Dan is dat toch? Dan ben ik content. Ja, ik ben mooi krimpend. Ja, dat was het. Maar ben vrij dan wat raar. Bijvoorbeeld Tjanka Skoro Srefi, weet je wel, Abbe Dukunu, Abbe Tja Ndibi, maar hij was, ja, familie Taking. En ik ben toen een koekje. Maar dat ben ik een poststevig man. Hij was een sterke man. En ik ben met grap naar hem. Zijn ik ben met zijn nafeti. En hij bevond hem. Ik zag om een man die vond dat hij nafeti mag gaan lezen. Maar hij was een rekpet. Ik ben able spreken zodanig dat bigisma ben lo ben. Alla bigisma jan friman grom ben abe lo ben. Alla san na hiko afes hiko abaka. Me hongri? Ja? Mina mi ben gezellig aan dit kassi. Ik ben voor een borra voor je voet en ik wil houden. Een borra voor je voet. Ik wil je maar doen op je bedden. Kennismaking met Kasiko of het herleven van het Kasiko gevoel moet je laten bewegen. Wat ik als muzikant en als Surinaamse muzikant belangrijk vind, is dat we die elementen gebruiken, onze Surinaamse klaven gebruiken, onze Kasiko klaven gebruiken en de ritmes en die karakteristieken uit de Kasiko muziek gebruiken en ze ook goed gebruiken. Die elementen, je kan ze niet alleen maar opschrijven. We hebben ze opgeschreven voor ze, we hebben die noten opgeschreven, maar je kan ze niet alleen maar opschrijven, je moet ze voelen. En ik vond dat de basis van het orkest, dus de ritmsectie, omdat het om dansmuziek gaat, dat mensen moesten zijn die het in ieder geval kunnen voelen en het kunnen delen met de rest. De klave is de leidraad. Dat is de ritme als je gewend bent naar muziek te luisteren in Latin, in de salsa muziek, daar heb je ook die clave. Tak, 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 2-3 of 3-2 clave. In de Surinaamse, in de Kasiko muziek heb je dat ook, you know. Pam, pam, pam. Belangrijk element. De scratchy daartussen. En die kleine cymbal die daarboven slaat. Ook heel belangrijk. Lekker zeg. Lunchpauze.
Ik heb Hugo eigenlijk leren kennen als een man die meer in de winkelsfeer zat. Weet je, hij zat er heel goed in. Hij kende al die winkelsfeer. Als er een probleem was ergens, kon hij ook optreden om hulp te bieden. Dus bijvoorbeeld iemand raakt in trance. Weet je, ga uitvinden welke winkel is het. Hoe moet je de winkel behandelen? Dat was er goed in. We zaten in Holland en we moesten spelen in Lido. Daar moesten we spelen. En terwijl ze bezig waren, was er een paar daar in de zaal. Twee Surinamers, een dame en een heer. En op een gegeven moment raakte die dame in trance. Die meneer raakte in trance. En je weet ongeveer hoe dik die pilaren van Palido zijn. Nou, je man heeft hem helemaal bewerkt met zijn hoofd. En er gebeurde niks met hem. Dus toen was het Hugo die bijkwam om de zaak weer te kalmeren. Ja. Ook die barkeeper, Bakra, die staat al die tijd maar, jongens, missie. En plotseling vloog hij over die bar en hij lag daar ook wel. Ja. En moest Hugo weer invallen. De meeste van die cassette-liederen zijn afgeleid van die Winkelpoko van toen. Ja. Dus je hebt het een andere vorm gegeven. Als je bijvoorbeeld Lille zou spelen op die Winkelfasie, is het weer. Lille, is een ander tempo. Maar ik had gezegd, Lille. Het is hetzelfde lied. Maar verschillende tempo. De solisten die naar Suriname zijn gegaan om te gaan leren Surinaams uit te spreken en de Surinaamse liedjes te zingen. Kijk, dat zijn dingen. Ik zou graag willen dat we een concert neerzetten en dat iedereen kijkt en zegt en iedereen kijkt en luistert en ze denken, wauw, dat is nou, wat een verademing, wat leuk om dit te horen. Het moet gewoon goed klinken en dat is best wel een probleem. Ik bedoel, je hebt weinig tijd om mensen echt te leren Surinaams te spreken of Surinaams uit te springen. En moeilijker nog, om Surinaams te zingen met de juiste frasering, juiste intonatie. You know? Dus, dat is best wel moeilijk. You know? Dat gaat niet 1, 2, 3. Nou, dat vind ik niet. Nee, ik had er toevallig laatst een discussie met iemand over. Kijk, ik ben in Nederland geboren en getogen. En mijn moeder is niet Surinaams, hè. Oh. En ik ben grotendeels door mijn moeder opgevoed. En die komt uit British Guyana. Dus ik ben Engelstalig opgevoed met een klein vleugje Surinaams. Dus dat is niet zo vreemd dat ik het niet helemaal ken. Ik versta het wel. Maar wat voor mij heel frappant is, is als ik zeg maar Stralang Tongo hoor. En ik lees het op papier, is het
heel anders. Ja. Snap je hoe het is geschreven? Maar kijk, dat is logisch, hè? Ik bedoel, Frans schrijven en Engels schrijven. Natuurlijk. Je schrijft het anders en de uitspraak is anders. En ja. Dan heb je natuurlijk nog de interpretatie van klank. Ja. 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 Dus ja. Dat is gewoon een taal. Dat is overal zo. Ja. Dus dat is eigenlijk te verwachten, hoor. Ja, ja. Nou, maar dat is toch wel even switchen. Ik vind het best moeilijk. Ja. Maar S, een Kawina nummer. Ano Frede, me Frede. Ano Frede, me Frede. Ma brok ede me tide, no ma kayoso. Ano Frede, me Frede, ma. Ma brok ede me tide, no ma kayoso. Waarover gaat het niet, Maes? Dingo. Sma voor vroeger. De be abi to vrouw. Ja? En te de ben gewoon een pressie. Da, den to vrouw dat he. Maar dan zag den schreef. Weet je? Ja. Dus haar onze vrouw is dom. Maar man, no man, tegen vrouw, zei de mekaar niet in. Dus dat al zien je, dat vrouw je verstand. Uh-huh. Dus het is een boodschap. En dat is ook een kenmerk, smoes. Hoor. Ja, is, ja dus, nou, een smoes, maar dat is de werkelijkheid. Maar waren die mensen van vroeger? Ja. Ze spraken niet. De drenner was in zin. Ja, maar ja. Vooral toen hij echt populairder was geworden. Meid, dat ben lobby meid. Maar dat was ook alles hoor. Tijd na de show was het ook afgelopen. Ja. Ja. En dat ik dacht van, jongen, dit is maar lobby Pokémon. Maar dit is maar Pokémon, hè? Want je hebt niks aan die man. Je hebt niks aan die man. Want kan de Annette die zei, ja, je mag gewoon naar dansen, die zei, weet je. En na tra dansen, mij nog mag gewoon van tra, want wat dat We hebben gewoon een paar, kijk, we hebben geprojecteerd vanaf een portie mee. We staan er open voor om afwisselend Blakkaroos te doen. Persoonlijk dacht ik eerst dat hij het gewoon lekker zingt. Ja? Dan dat komen jullie, komen Bossie mee, want prima. Daarin loopt het ook een beetje in elkaar over. Want ja, daarin hoor je ook de melodie van Blakkaroos met Bossie mee van jullie. Maar ik zou het ook prachtig vinden als jullie op een gegeven moment ook Blakkaroos zingen. U gaat nu het nummer Blakkaroos Bossie mee doen met Replay en Oscar Harris. Onze legendarische artiest hier, Oscar Harris. En we hebben nog Mario, Halloween, Sam en Henk van Replay. Als een nieuwe generatie waar we trots op zijn. Dus, I want you some bazaar, I go membre you. In a TV for me, but you Maar dan was je pas begonnen met papa. Ja, was ik pas begonnen. Ja, oké. Dus scharrelde je pas. Nee. Dus met twee ananassen heeft je eigenlijk gepakt. Nee. Met twee ananassen. Nee. Huh? Nee, ik was op 5 met een vriendin van me hier, maar achter Sarum. Mm-hmm. En hij was daar. En je zag de mooie zwarte man. Nee, hij zag me. Heeft hij aan mijn vriendin gevraagd. Zo'n mooi opportunity. Dan ga big guy. Dan ga big guy. Ja, ik zeg nou, een vriendin van mij. Maar dan kwam hij me steeds al om te dansen. Met hij alleen te...
Van je man die zo van Nami. En het is ook van Ja, en hoe ging het verder? Nee, daar waren we op de fiets gegaan. En toen, het was afgelopen tegen 1 uur, 2 uur. Nou, heeft hij je naar huis gebracht? Heeft hij me naar huis gebracht. Dus hij reed mijn fiets, want Elina en ik zaten, waren op de fiets. Mm-hmm. Ben ik achter hem gaan zitten. Zo. Dan moest ik hem vasthouden. En ik dacht helemaal, ik, dat was een mollige man. Be mina na yo be bosi brasa. Ik hou natuurlijk heel veel van muziek. Kaseka muziek is niet per se muziek die ik zing. Ik zit veel meer aan de rockkant of aan de balladkant van wat ik op dit moment doe. Maar ik hou ontzettend van calypso, ik hou van Kaseka, daar kan je zo lekker op dansen. Dus het is heel erg leuk om dat nu eens een keer met mensen hier te voelen, hoe dat voelt. Weet je wat me opviel? Het is eigenlijk feestmuziek, maar ze zijn bloedserieus. Bloedserieus, kan geen lachje vanaf. En ook, ik moest zo lachen, we hebben dus die masterclass gehad van Lisbeth en gisteren met Stoffie. En heel duidelijk waren ze wat er, hoe het moest. En voor mijn gevoel hebben wij twee verschillende kanten gehoord. Dus wij moesten wel daar een beetje om lachen. Want op een gegeven moment zeggen ze, het is een groove en je moet gewoon improviseren. Maar op het moment dat we ook maar één nootje anders doen, zeggen ze... Stoffie is de muzikant. Ik ben een man. He, een echte Surinaamse man. Maar de manier hoe we spelen, dan zie je dat je moet doorgaan. Maar anders kan het niet over. Dat is eenmaal. Timing vond ik heel erg interessant. Timing van Stoffie gisteren was veel meer van nu. Heel goed, heel goed. Het was veel meer een muzikant die speelt en die dat doet en die dat leeft. En zo hoort het ook met muziek, hè. Muziek moet natuurlijk wel doorgroeien en groeien met zijn tijd. En daarom was het heel leuk om die twee dingen tegelijkertijd mee te maken. De timing van Lieve Hugo was ook veel meer die timing van Stoffie van gisteren. Die timing van Maes, dat was bijna Afrikaans. En dat vond ik echt wel helemaal te gek. Om dat even te horen op die stem. Thank you.
We hebben gewoon gekozen om niet al te veel Kaseko te luisteren of ons niet echt voor te bereiden. Dat kon ook niet, want we wisten eigenlijk pas toen we in Suriname waren welk liedje dat we zouden gaan doen. Dus we konden hooguit naar Lieve Hugo luisteren om die feel van Kaseko een beetje te voelen en te begrijpen. Maar dat hebben we niet gedaan. Dus er was echt zoiets van, wow, je duikt er gewoon echt van de een op de andere dag, duik je er gewoon in. Het moeilijkste wat ik heb ondervonden de afgelopen drie dagen is toch gewoon het begrijpen van zo'n stuk. Weet je? Je zingt natuurlijk, je probeert iets te vertolken in een andere taal, dus niet je moedertaal. Het is natuurlijk sowieso moeilijk om dezelfde feel van Lieve Hugo om dat te benaderen. Dus te proberen dat eigenlijk op je eigen manier proberen dat te interpreteren. Alleen, ik moest wel echt erin duiken en erachter zien te komen van oké, waar gaat het liedje over? En hoe kan ik het overbrengen zoals het overgebracht wordt? Hier zult u een zwingend volksliedje gaan beluisteren, gezongen door Lieve Hugo. Een volksliedje met een Surinaam sausje, als hier een pot met bonen stond. Hier is Lieve Hugo. Ja. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Lieve Hugo heeft in zijn muziek en het spelen met orkesten een hele happening gemaakt van een optreden. Waarbij hij als vocalist gezien kon worden als een soort Otis Redding. Een man die daar staat als vocalist en zich laat gelden gewoon, hè? Een verhaal te vertellen heeft. En dat hebben andere zangers en zangeressen na hem dus ook overgenomen. In Holland heeft hij het meer gemaakt, hoor. In Suriname hadden ze echt niet zoveel waardering voor hem. Weet je, maar toen hij naar Holland ging en toen hij allemaal die platen heeft gemaakt en zo, toch? Dus dan werd hij echt populair. Okay. Werd hij echt populair. En ook in Washboard. Ook in Washboard was hij populair, hoor. Populair dat je te vieren, meneer. Je had te vieren. Je moet zingen. De hele avond. Soms dag en nacht. Give me one, oh me baby. Satan hem toch. En al had je hem gezegd, Hugo, Rob, Hugo of iets dergelijks. Satan hem. Mijn vader die hield van werken, zijn kinderen verzorgen dus. Misschien vandaar dat hij gewoon doorging met het zingen en zo. Hugo, yo, me go you a proposal, ma. Ya, 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 ya. Hugo, yo, me go you a proposal, ma. Ya, ya. Ik was in op de markt, Calcutta-straat, Noodmarkt. Daar was ik. En kwam een van die jongens, Chris me roepen. Hij was op de bromfiets gekomen.
was nauwelijks op de markt en hij kwam, tante, kom eens hier naar ons, want oom Hugo ziek. Hij heeft mezelf op die bromfiets gezet en meegenomen naar huis. En ja, daar heb ik hem aangetroffen. Zat hij zo in elkaar. In 1971 die Amasiki, midden met ja. Ik ben naar Holland. En op een gegeven moment kies ik zo'n bericht. Dat ik mijn broer Siki als een weet je wel. Zal ik me bel me, dat ik wel mijn broer Siki. Dat ik Samsa en zo. Want 19 dagen lang allemaal ben ik in mijn coma. Toen heb ik de gelegenheid gehad om te bellen naar de stad. Heb ik mijn moeder gebeld. Ik zeg maar, hoe komt het? Wat is er gebeurd? En toen zei ze van, hij was op een feestje. En waarschijnlijk heb het wat gezet in zijn drank. Mijn man en een vrouw waren een bandiet. Dat bandiet die mijn man een pijn badra. Naar de trein naar in. Dat kop 12 euro. Hoe moest je niet. Dat mijn man en een vrouw een atoos. Een kop 12 euro. En die adressie. Op een moment voor die adressie. Wel, bagadi amandring drink adressie. Sank mopo niet naar maskin. Was eigenlijk om te zien. En ik was in het binnenland. En mijn moeder stuurde daar een brief aan. Lieve Hugo is opgenomen. Hij is erg ziek in het ziekenhuis. De man had blakke laken en zo. Aan mij brak broedo. Weet je, alles aan mij broeren. Als ze zo blakke en zo. Brak ze mij kato. Hugo, wat dit is. Maar die geruchten die rond gingen. Daar is hij vergiftigd. Dan zegt deze dat. Ik zeg niet dat hij vergiftigd is. Ja, God weet. Dat ik me op een atozo, dat mijn ma bel me tak lukus op baratjes maar en dergelijke. Mijn tak man, misal lukus aan samka jepi, weet je wel, dan kan mijn vrouw voorkomen. Dat zou doen dat allemaal kon door, allemaal liever hergezend dat lobby. Mijn vrouw kap tata, die ontvangen me, mijn goede tegen mijn Schiphol, allemaal kon aan mijn medisch attest. Weet je wel, mijn atamara man, mijn goede wanslaak aan mijn huisarts, allemaal verwijs ook wel. Onze lieve vrouw gaat thuis. Dat ben je maar onderzoeken, man. Weet je wel, heel grondig ook. De man constateert dat Loco, je mag zingen, maar je mag niet drommoren. Drummer aan de macht doet zelfs tripmoren. Want die heeft te maken met je hart. Yunapu pre dorina, yunapu zari dorina. And is it now we or is it now me? Okay. Yeah, and some start with we and some start with me. Is that we? We. Yeah, we. You're using a we. Oh, you're an okay native speaker. Okay. Oh, John. Me? Yeah, you want to say? Te you mate for you. Te you mate for you. You mate pika ya la hala. Mate for you. Mate for you. Hugo woonde in Glipoeven. Dus ik zag hem af en toe in de binnenstraat. En een van die dagen vroeg ik hem. Wil je nemen dat ik een plaat voor je produceer? Bij EMI Bovema. En ik zeg ja man. Ik zeg, oké, ik ben naar Bovema gestapt. Ik zeg, ik heb die en die en die. Jongens, zeg, wie? Ik zeg, lieve Hugo. Direct toestemming gegeven. Omdat ze hem kenden van het concertgebouw. Ons hoogtepunt was een Holland Festival. Dat was in juni 1970. Waar we het voorrecht hadden om in het concertgebouw op te treden. Dat was weer een ontnuchtering eigenlijk, want we kwamen daar een beetje onwennig met dat soort dingen. We waren beneden, je zag geen publiek. En op een gegeven moment zegt de meneer tegen ons, heren, daar opstellen. Nou, je ziet een vakje zo. Dan hebben ze hem, maar waar is het publiek dan? Ja, we moesten opstellen. Heren, klaar? Oké. Okay. En dan ging woeps, naar boven. En dan kon het zijn dat je het publiek. En toen was het een muziek geworden.
Als je naar het podium kijkt, is wat weer opgesteld. Op dat moment zat ik achter de drum en Hugo zong. En hiervoor heb je de stoel waar de mensen zitten. En de mensen in de zaal, na 2, 3, 4 stukken, vonden ze van nee, dat is geen muziek om naar te luisteren. En er kwam een protest in de zaal, ze wilden dansen. En toen kregen ze toestemming om die stoel op te ruimen. Dat is nooit meer gebeurd, volgens mij. Volgens mij niet, maar is nooit meer gebeurd. Eerste contact om echt samen te gaan werken is in 1973 ontstaan. Toen had ik net een LP gemaakt voor de Twinkelstars met Trotiel. Trotiel heette dat, met Nangapalem, Bidego en al dat soort liedjes. En hij vroeg me toen van, ja, dit is wat ik wil. Ik wil zo'n blaassectie hebben en zo'n ritmesectie wil ik hebben. Zou je dat voor me willen doen? En hij is toen in Nederland gekomen. Hij had namelijk last van zijn maag, hij was ziek. En toen hebben wij dus de draad opgepakt. En hij zegt van, ik wil graag wat opnemen, maar er was toen nog geen maatschappij. En we hebben Amy dus bereid gevonden. En ik ben toen met hem om de tafel gaan zitten en we hebben toen de composities besproken die opgenomen zouden worden. You'll come shining through anyway. Ik wilde uitgebalanceerde harmonieën hebben, zowel koorzang als wat de blazers produceerden. Dus het evenwicht heb ik kunnen vinden. En dat was dus altijd mijn streven naar het maken van Surinaamse muziek. Zuiver zijn qua klank en er moet een sfeer zijn erin. Want het kan ook zuiver van klank zijn, maar er zit totaal geen sfeer in. Het moet een combinatie zijn van beide. Ja. Wat ga jij zingen? Nou, ik wil eerst horen wat het is. Dan heb ik zo een stem, maar ik hoor steeds drie verschillende dingen. Dus wat is het antwoord? Ik zang twee verschillende dingen. Ja. Soms alleen... Ja, da, ja, ja, da, zo, zo. Of zo met soms. Ja, dat zoek ik. En dan zei ik... Ja, da, ja, da, zo, zo. Wil je die nemen? Ja, da, zo, zo. Dat is het woord, hè? Ja, ja, ja. Kom. Omdat ik altijd zoiets had van, ja, ik durf gewoon geen Surinaamse weet je, dan aan tongen te spreken. Omdat ik dat gewoon niet goed kan. Weet je, ik durfde dat gewoon niet. Maar ze hebben me wel over de streep getrokken. Mevrouw Perotti, die ons dan die workshop gaf. En dat heeft ze heel goed gedaan. En dat deed ik samen met Angela. En Angela, die stond al echt zo te lezen van, nou, dat is toch makkelijk, dat kan ik zo. En dat vond ik wel grappig. Zij had gewoon echt wel die zekerheid, die overtuiging voor een blanke vrouw. En ik had juist iets van, weet je, doe ik het wel goed? Apart, hè? Als muziek gemaakt wordt, dan zie je dat weer voor je neus. Want dat vond ik ook het fijne van die masterclass, dat we aan het eind ervan samen muziek gingen maken. En dan is het allemaal geen probleem. Dan begrijp je elkaar ook zonder een hele uitleg. Dan ga je dansen en spelen. En dan heb je met een paar aanwijzingen als muzikanten onderling heb je genoeg. Zoals Ruben, Stoffie,
mij even zo, nee, hup, nee, nu, ja, nee, ho, weet je, ah, dat, dan, die muzikantencodes onderling, die zijn eenvoudig genoeg. Dat is alleen maar van, kom op, ja, wat moet, daar kan je ook een uur over timing praten, maar als je het 5 minuten doet met elkaar, dan, oh. We hebben ook okrosoepel gedaan. Ja. Ja. Ik hou van eten, dus dat was voor mij ook makkelijk om te begrijpen. Ja, weet je wel, okrosoepel. Dat is wat de jongens lusten, weet je. Dat is. Maar ik heb ook gehoord dat het ook best wel een beetje schunnig liedje is. Dus in eerste instantie dacht ik van, oh, we hebben het over een soepie, lekker, weet je wel, jongens, kom eten. En naarmate de tijd dat ik het ging oefenen en dat ik het doorlas, ja, bleek het eigenlijk gewoon een uitnodiging te zijn voor van alles en nog wat. Dus op het moment dat wij gingen optreden met Nax aan de waterkant en ik begon okrosoepel te zingen, hoorde ik allemaal mannen, weet je, aan de kant van, ja, wanneer krijg ik wat van jouw ding? En toen dacht ik, oh ja, oké, daar gaat het dus over. Dus dat was wel heel grappig. Het is heel grappig dat iedereen zijn eigen interpretatie heeft op liedjes. En in principe is dat ook wel mooi. Hier in 1973 leren kennen in de Bijlmer. Ik had categorisatie en daar heeft hij zich voor ingeschreven. Ik wist helemaal niet dat hij het was, maar mijn secretaris Edwin Lieveld, die vertelde me, ik heb begrepen dat Niveau Hugo bij u op categorisatie zit. Ik zei, nee hoor. Hij zei, ja, mijn broertje zit op categorisatie en heeft me gezegd, Niveau Hugo is er. Ik zei, volgende week zal ik het maar vragen. En de volgende week, toen vroeg ik, wie is hier, lieve Hugo? En hij stak zijn vinger op, heel rustig en bescheiden. En zei, ik ben... Ik zeg, man, ik voel me vereerd dat je dit deel uitmaakt van mijn categorisatiegroep hier in de Bijlmer. Bijzonder gelovig is hij geworden. Niet geworden, ik heb hem al zodanig leren kennen. Umboyo, mego jumang roko sama. Ya, ya, ya na so so. Umboyo, mego jiwang roko samang. Ya, ya, ya na so so. Dorai to, nakaru, wandagu apofutu. Ay, waka wain kripasi. Niet van hem gehoord dat hij dat gevoel had dat hij bewust was. Of als hij dat gevoel had, dan was het niet dus dat een of andere boze geest op hem afgestuurd was. Maar dat er boze dingen met hem gedaan zijn via dranken of eten. En ik denk dat het bij lieve Hugo vooral was een kwestie van jaloezie. Ja, men gunde hem het leven niet dat hij leidde.
Ja? Voor ons is het een tongbreker. Maar we gaan het proberen. Mira, Mira. Hey. Oh. Als je in Nederland over integratie hoort, dan gaat het altijd over integratie van wat dan buitenlanders genoemd worden in Nederland. Hey, die Nederlanders die eindelijk integreren ze in Suriname. Ja, dat moet je hebben natuurlijk. 25 november, Franankis wa man teaching, Faning, Faning, Sredi Desino. 25 november, Franankis wa uma teaching, Faning, Faning, Sredi Desino. Wina famiri ma. Wina famiri ma. Wisa koroni wisa ikeli wa famiri ma. Wisi na kotka wisi na kaina wa famiri ma. Wina famiri ma. Sana liba para liba wa famiri ma. Wina famiri ma. Wasi peyude wina srana ma. Ama meka poko srefi denki tau. A her elpi dat na wang betekenis. Dan de man ben mek aspraak ik ba. Voor compleet onafhankelijkheid, ja. Maar men kiest een contract ook bij. Aaron, ex-president, wijlend president. Ja, maar een contract compleet opening, ja, zo een onafhankelijkheid. Onafhankelijkheidsdag. Maar fan, ga er nog bij een amikke mee. Maar kom bij kaptata, maar kom zitten. And we go all the way up to here. I'll do it here the second time. Yeah. Oh, this weekend. Hey, this weekend. That's it. Yo me voy a la nave y va a venir en mi vida. Yo me voy a la nave y va a venir en mi vida.
De dag toen de Elvie van Lieve Hugo per vliegtuig geïmporteerd zou worden hier in Suriname, zijn alle platenwinkels opengebleven tot 12 uur 's avonds om die LP te verkopen. Allemaal hebben ze hier bij Radio Apinti een advertentie geplaatst. Disco de Geus, Music Box, Downtown. Onze zaak is vandaag in verband met de komst van de LP van Lieve Hugo geopend tot 12 uur 's avonds. Om één LP te verkopen zijn alle platenzaken in Suriname opengebleven. Moet je voorstellen wat die LP betekend heeft voor de Surinaamse gemeenschap. Het was zeer professioneel. Nou, dan moet je nagaan. Het supertalent, een beetje nieuwe Kaseko-stijl, een andere wind van de Kaseko-stijl, goede kwaliteit muziek, bingo. En die LP van Lieve Hugo is de meest legendarische LP als het gaat om Surinaamse muziek. Tot de dag van vandaag. De generatie die Lieve Hugo niet heeft gekend, kent alle muziek van Lieve Hugo. Elke popgroep in Suriname speelt af en toe tussendoor een beetje Lieve Hugo om de sfeer op de dansvloer te brengen. Met andere woorden, wie je sfeer hebben, moet je teruggaan naar die man die ervoor heeft gezorgd, Lieve Hugo. Apinti had een goed contact met Veldema bij Jureco. Hij was er daar om de belangen van de Surinaamse artiesten te behartigen. Hij heeft toen als eerste van Apinti die LP gestuurd. We hebben hem gehad hier. We hebben hem de hele avond gedraaid, 2-3 keer. Dat betekent van track 1 naar track 12 of 13 en dan weer beginnen bij track 1, 12, 13 en dat de hele avond lang. Want het klonk zo mooi, zo verfrissend en het publiek reageerde zo enthousiast, de luisteraars, dat je in principe geen keuze had. Suriname was in rep en roer van 1 LP. Hier heeft hij ondergetekend Ico. Ik bedoelde hij mee Hugo. Hugo uit te doen. Hey Dorina, you know Monsari Dorina, Nina Dere Vigima, Mine de Fredetta Pruma, you know Mucrei Dorina, you know Monsari Dorina. Dames en heren, het is een mooie dag voor Kaseko. Brada Nassa, dames en heren, mag ik een warm applaus voor het Metropool Orkest onder leiding van Hamish McKeesh. De dirigent die komt uit Nieuw-Zeeland. En met de dirigent heb ik het dus regelmatig moeten afstemmen. Dat wanneer hij de stukken aftelt. Het is zulke enthousiaste muziek. En je bent dan geneigd om het ook sneller te spelen. Maar wat het gevaar is dat als je het sneller speelt, haal je die Kaseko eruit. Als ik misenabo ja no manico, misenabo, het krijgt een ander ritme, een totaal ander ritme en gewoon rustig. Ik heb ze gewoon heel vaak moeten, you know, guys, slow it down, because if it's too fast, it'll run en dan gaat het huppelen en dan gaan we te snel. Weet je, dan gaat de Kaseko feel eruit. Ja, nee, maar dit is horen, want hij zei dat er breekjes in zaten. Goor op. De erfenis van Hugo zijn nalatenschap, allemaal zo zeggen. Ja. Is dat hij vocalisten en tekstschrijver
schrijvers heeft aangezet om iets beter om te gaan met lyrics. Het maken van goede teksten, een verhaal binnen het klassieke gebeuren. Want anders was het een, had je van die klassieke liedjes bijvoorbeeld. Zeeland, Zeeland, pa-pa-da-da-pa-pa-da-da-da. En dat hoor je dan het hele lied door. Dat werd steeds herhaald, er komt verder niets meer tussenin. Maar Hugo heeft dus heel mooie teksten gemaakt, melodieën, en heeft mensen aangezet tot het maken van ook dingen zoals maatschappijkritische teksten, sociaal bewogen teksten, begrijp je, en ook politiek geïnteresseerde teksten. Maar op cd's heeft hij niet zoveel, of op LP niet zoveel van dat soort teksten gebezigd. Maar tijdens optredens wel. Want er kwam bijvoorbeeld een, hoe heet deze man nou weer? Dat was bijvoorbeeld Jules Setny op bezoek. En die was toen een minister in een van die regeringen. Hij had bijvoorbeeld iets gedaan dat niet zo goed was voor arbeiders. En lieve Hugo zag hem binnenkomen, en dan maakt hij gelijk een tekst ter plekke. Hè? Politiek, echt politiek geladen tekst, weet je wel. En mensen accepteerden het, omdat ja, het was lieve Hugo dit zong. En daarna hebben anderen het ook geprobeerd. Kijk maar naar Boegroe, die ook van die schone teksten die hij maakt. Hè. Dat is een nalatenschap van Hugo. Hij heeft het geïnitieerd eigenlijk, kan je zeggen. Waardoor het een trend geworden is dat anderen het hebben overgenomen. Maar hij is een van de eerste geweest die dat gedaan heeft. Edgar Burgos van, je kent hem van Travassie. Jammer is het om voor te borduren op deze LP, deze liedjes, dat er later een verbod is uitgebracht op het liedje Navusai de Mimedede, vanwege de regel Maibole Sitaram Ram Ram Sitaram. De vertegenwoordigers van die religieuze groep in Suriname vonden dat een beetje bespottelijk naar die religie toe. En de minister van Binnenlandse Zaken heeft toen een brief gestuurd naar de media dat we dat liedje niet meer mochten afdraaien. Maar nothing could stop the show. Dat liedje was al populair, dus het werd wel gedraaid op alle feestjes en overal waar ik kwam. Hè. En misschien delen ervan. Ik kan me nog herinneren, dat liedje is plaat van het jaar geworden. Of lied van het jaar. Trouwens, de hele LP was plaat van het jaar. Maar dat liedje was The Song of the Year. En dan moesten we het ook draaien. Nou, dat we die stukjes eruit gemonteerd van Mai, Bole, Sitaram, Ram. En dat we dat zo gebracht als plaat van het jaar op de radio. Het gaat dus weer over de dood. Zijn in mijn moeder, er valt nog zoveel te beleven. Ik wil nog zoveel zien. Ik wil nog zoveel doen. En toch moet ik dood. En dat vind ik dus gewoon. Eigenlijk op het, dat moment zie ik lieve Hugo als iemand met een vooruitkijkende en voorspellende blik. En daarom vind ik het dus heel erg dat deze man eigenlijk zo vroeg van ons heen gegaan is, want hij zou heel groot worden in de muziek. Het klinkt heel goed, maar ik heb het nog nooit zo gehoord. Dus, ik moet even mijn navigatie aanzetten. Mijn tomtom, dan weet ik precies waar we zijn. We play more. We play more at the end for you. But do more. Yeah, yeah. More. Yeah. More. Yeah. A little longer. Yeah. Got a bit short. And after that solo,
We'll do 12 bars twice. Yes. And then we're out. Because, I mean, it's going to be happening. Kijk, compositie, ik heb meegedragen aan, bijgedragen aan de compositie, zoals Snappel zei, jongens, dit, hè. Daar heb ik meegewerkt aan het structureren van de melodie, maar hij heeft de tekst aangedragen, omdat het hem aansprak, omdat hij wist dat hij dood zou gaan. Hè. E tchau com jati de. Dá um sabaro um pouco. Tu sabe tati. Na fudede wang. Na fudede. Vinagrawa. 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 Tete. Na cano era. Oh, vinagrawa. Tu tem que dar unagrawa. Unagrawa. Tete. Vem unagrawa. 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 Tete. Vem unagrawa. Maar drie op tegen een laatste moment. En als laatste optreden dan op drie op naar Sousa. Dan breng je de familie groot van. En dat je allemaal starten in elkaar. De machara maga osso. Amma begin siki. Dat rakong. Uchara man. Unstrefi. Unanga umi konfofasi. Weet je wel. Mi begin mi kweki di mikis. Mi leri di mikis. Mi begin sma. Ifiri. Ugo. Ukari. Ngwego tekwa man. Professor Mbulu ube karama dat irini Berens. Ama kama kotwan luku juno. Ama sita tori no bung. Ja, die mensen hoorden het. Als je bloemen zag, ja. Mijn hele woonkamer vol met bloemstukken. Iedereen stuurde bloemstukken. Ja. Met dat geef daar de bromsie bij hem op een goede op hem bakken. Grote bloemstukken. Beterschap bij al die bloemstukken. Lieve Hugo, beterschap. Ja. Miko Lukaman, de laatste dag, Miko Lukaman Freda. Mi don etak na mi brada, maar ama adem was zo to geur uit, zei adem etak hey, mama adem uit, zei maar als meer boom, weet je wel? Dan etak jong fire fiery, ama etak brada, mi ja, atenk was aan eschuur mi tap mi ati, die kwam maka ik juk mi eschuur mi tap mi ati op en neer, mi tap jong, zei jong mi garo jezus, maar dan mi go en gebed, even biggy. Dat ik elkaar ook kan wijn voor je, weet je wel. Mokke. Mama is zo. Agora vet oe. Goronga do dico. Apite sukuye padje. No mo mama sa e agora ventore goronga do kuye more. Ik was thuis, want ik moest op de rest passen. En mijn moeder en mijn oma die gingen die, het was op een zaterdag geloof ik. Hè? Ja. Ze gingen die zaterdag naar het ziekenhuis. Ah, ze lieve vrouw. En, maar meestal als ze naar het ziekenhuis gaan voor bezoek, komen ze rond een bepaalde tijd thuis. En ze kwamen maar niet. Maar ik had zo'n onrustig gevoel. Ik voelde dat er iets niet in orde was. En op een gegeven ogenblik zag ik mijn moeder komen. Mijn oma en oom Hedwig en nog een andere oom. Echt, ze moesten mijn moeder en mijn oma echt slepen naar huis. En toen wist ik van, het is niet goed. Ja, toen wist ik al hoe ver het was. En ik had het altijd uitgesteld om te gaan zien. Ik ben niet iemand die ervan houdt om naar iemand zijn ziekbed te gaan. Dus ik stelde het altijd uit. Ik heb er spijt van. Mina Aysa. Mama, mi orute.
Mina esa mama, mi orute. Mina esa mama, goro mama, mi orute. Betu yepe, yepe maya. Mina esa mama. Ik werd thuis gebeld als ik naar het ziekenhuis wil komen. En toen dacht ik, hey, is something wrong. Ik ging daar en zei de hele familie huilend op moet afkomen. Ik ben toen naar huis gegaan. Ik heb mijn vrouw gebeld dat het net is gebeurd. Hij is er niet meer. Met de Hit Parade in Suriname, Radio Pintis Hit Parade, en dezelfde Veldema die gezorgd heeft dat we de LP kregen en die het contact met Radio Pinti onderhield, belde me tijdens de Hit Parade op: Henk, ik heb minder prettig nieuws. Lieve Hugo is 5 minuten geleden overleden. Stilte. En toen met omgroep als flashbericht dat die Hugo is overleden. Dus morgens hoorden we op de radio van lieve Hugo is overleden op Apinti. Zo, consternatie hier, man. Wat, Hugo, dede. Mensen konden het niet geloven. Telefoon rood gloeiend. Hebben jullie geverifieerd? Is het echt waar? Unbelievable. Huilende mensen aan de telefoon hier. Ik had dienst die dag. Dat was echt heel jammer. Veel steun. Dorop Bemre, concert die formaliteiten, de voorbereiding van Kaholland, Kassan en Komberaman. Maar Samsano, alles aan zit mooi, alle 13 tickets, alles aan mooi, handgeld, noem maar op. Hoe kon Dorop Schiphol langer rijden? Dan doe Dorop nu naar brug, de Mabesoiga brug op Kurukban naar plein. Dus nu kan een kapitein belgen naar cockpit, naar kapitein, kan de familie uitholen nog aan boord. Maar wat blijkt er, mevrouw Beatrice. En meneer Kloos, die waren aan boord. Het was een hele drukte hier, man. Ja, die voor, straat die voor, mijn familie, no, maar door, ja, zette. Ja, want ze moesten vanuit Holland komen. Ja. Dit don opgepaard op een na, loge. Familie, no, maar door, ja. Vrij zonde, naar Den Uyl. Nanga de minister liebe konja onafhankelijkheid ook dat ze nou weet kon veel onafhankelijkheid doen. Dit dan winnen de manat vrij. Nou doet door koffer nog de. Want een koffer gewoon een plein die gewoon een lijk. Eerste plein zat er.
is een man die voor alle Surinamers wereldwijd de grootste hits heeft gemaakt. En daarom eren we hem vandaag hier. Als u begrijpt, hij is onze André Hazes, maar dan veel groter. Veel groter, hè? Want toen jullie vader overleden was, hadden we anders gelopen, op de andere kant. Ja, hier is helemaal nieuw. Ja. Die kant op? Nee, die kant op. Rechtdoor. Ja. Het is een heel trieste tijd geweest hoor. Het was echt zwaar voor ons op dat moment. Vooral voor haar, mijn moeder, ik en persoonlijk kinderen, weet je wel. Het is, niemand wou dat geloven, nee, dat hij dood was. Maar het was zo, hij was dood. Mooi man. Kom hier herwaarts dat mij ik zal rust geven. Jullie steunen door de Sigo uit de Loo. Geboren 13-12-34. Overleden 15-11-75. Ga je goede leven voort hoor. Ik wil lobbyen aan Braga. En ik heb een oude met Beggy. Ik heb een vorm, ik heb een vorm. Dat is Tani. En mijn pot, fire lobby die eten. Die hoop alles aan. Zeg op boel doen. Ik zou kon doen. Ja. Ja, ja. Maar het was druk, druk, ja. Druk, druk, druk. Ja. Iedereen was gesproken. Ja, dat is ook heel. Overlijden van Lipo Hugo. Een hoop en zo. En dat ik ook druk was met al die mensen. En oma zei tegen mij van, lopen, 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 niet naar achteren kijken, niet naar achteren kijken. En toen vroeg ik oma, waarom dat? Nee, loop, loop, niet naar achteren kijken. Nee, nee. Voor die gletsen, die slechte geesten. Don't forget,
Jonge boy, na na na, jongen is die wat vergeten, daar dan daar. Jonge boy, na na na, jongen die wat vergeten. You must live out the loop and leave out the loop and leave out the loop that he be one. Don't go by one, yeah, 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 we said in a boy and no man ego. Look at the boy, we said in a boy and no man ego. Young champ, all of them is the ego. We said in a boy and no man ego. We said in a boy and no man ego. Come on. We said in a boy and no man ego. Young champ, all of them is the ego. Sign it. No me no siete. Nou, daar zijn we dan. En Vincent is er ook nog. Ja, ik moest even schakelen. De foto die je zag, dat was mijn bureaublad. Dus vandaar dat je mij plotseling heel groot zag. Vincent, gefeliciteerd man. Nog een keer, dankjewel. Ja, nog een keer. Het is een aantal jaar na dato. Weet je, het is, die film is, je zei het in het begin van de avond al, hij is in 2008. In 2008, ja, hoor mij 19. Uitgebracht. In 2008 is hij uitgebracht. Ja. En ja, maar het voelt aan, ik zei al, het is een tijdloze film. Heb je hem ook weer helemaal bekeken nu? Nee. waar zat je nou te kijken? Naar Jinek? Nee, ik zit lekker met Yvette en Jan te brainstormen. Over COVID-tijden. Maar dit heeft gewerkt. Er hebben heel veel mensen gekeken. En heel veel mensen hebben hun waardering ook uitgesproken. Zoals bijvoorbeeld Hanna Kanhai die de duim opsteekt. En mensen hebben dit ook... Wel een aantal lieve mensen. Rosita Leeflang. Ja. Simon Blom. Sherwin Shah. Ja. En ik vergat in al die mensen die echt aan het begin en keihard hebben gewerkt... Onder andere ook Ingrid Lochem, te noemen. En Norman van Geerken, natuurlijk. Ja. Maar die zat uitgebreid in de film. Ja, ik vind het echt geweldig dat we deze juwelen in onze kluis hebben. Namens het publiek, dankjewel. Dankjewel nogmaals dat we zo'n... Hoop TV ook bedankt natuurlijk. Hoop wat zeg je?
Hart op zwart. ja, nou ja, ik vind het ook geweldig om er naar te kijken. Ik heb hem wel helemaal uit zitten kijken. En met veel plezier. Nou, Vincent, dankjewel voor vanavond. En ik wil aan alle kijkers die nu nog kijken en denken dat wij leuke televisie maken. Want dat is wat het is. Het is geen televisie in de zin van dat we kijken op het kastje. Maar het is televisie in de zin van het woord. Vraag even aan die mensen of ze even stil zijn daarachter je. Wil je even stil zijn van jullie? Wat is dat? Ja. En de uitzending. Oh. Nou ja, Vincent en zijn familie. Heerlijk. Dag Yvette, je bent gezellig dat je zo in de stream komt. In ieder geval, wat ik zeggen wil, ik wil aan iedereen vragen, als je dit leuke televisie vindt, want als je het woord televisie ontleedt, dan zeg je tele, dat betekent ver, en visie betekent zien. Als je dit leuke ver zien vindt, ook al is het hier op Facebook en op YouTube. Like onze pagina dan. Abonneer je op YouTube en dan kunnen we het maken. We zijn bezig met het opzetten van een omroep. En als je dat een goed idee vindt, laat dat dan weten in de comments. Weet je? En we zijn ermee bezig. Dat is een van de plannen die we hebben om toch in het mediabestel te komen. Niet omdat Hilversum zo belangrijk is, want hier doen we het ook goed. Maar het is wel aardig om eens een keer te kunnen werken en ervoor betaald te krijgen. Weet je? En we betalen de belastinggeld voor. En waarom ook niet? Dus dat is wat het is. Vincent, dankjewel. Ik hoor je niet meer. Wacht even. Je hebt je microfoon uitgedaan. Ja. Wacht. Je microfoon. Ook jij bedankt. Hi. Oh, oké. Okay. Ook jij bedankt. En fijn dat er weer zoveel mensen hebben gekeken. Ja, echt heel veel. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Oké, hoi. Dag iedereen. Hoi. We gaan er een eind aan maken. Social Lobby wordt er geroepen door Carmen. Idee, goed idee. Doen, dank je wel, Vincent. We laten die nog even zien allemaal. Dan, je vraagt nooit om steun. Dat is waar. Voor zolang als ik het alleen kan, kan ik het alleen. Maar nu vragen we wel om steun. Hè? We vragen nu wel om steun. Oké. Ciao, morgen hebben we weer een uitzending om 11 uur. Dan zijn Peggy en Yvette hier weer terug. En dan hebben we weer een mooi programma. Hoop dat jullie dan kijken. Donderdag hebben we een ander idee. Maar in ieder geval iedere dag om 11 uur. 'S avonds is er dus televisie hier op Hops, ons eigen ding. Oké, ciao. Ciao.